Facebus is een educatieprogramma voor groep 7. Dus vandaag zijn we bij deze school en mag alleen groep 7 erin. Dat vinden de andere kinderen altijd wel jammer, maar wellicht komen we dan volgend jaar weer terug. En het is dus een educatieprogramma en dat gaat over de ruimte, maar ook vooral over de aarde. Want ze gaan namelijk een ruimtereis maken samen met André Kuipers. En André Kuipers gaat ze dan van alles vertellen over wat er gebeurt in de ruimte, maar dus ook vooral op aarde. En dat we daar dus met z'n allen ook heel zuinig op moeten zijn. Leuk! Mag dan? Draaien ook verschillende pilots in het buitenland. We zijn al in Duitsland geweest en in Italië, in Frankrijk, in Hongarije en in België. Dus we hopen ook nog andere landen te gaan. Maar het is natuurlijk ook erg belangrijk om hier in Nederland een heleboel scholen af te gaan om alle kinderen in de Spacebus te kunnen laten vliegen. Ja, sowieso zijn de reacties eigenlijk altijd heel enthousiast. Ze vinden het ontzettend gaaf wat ze zien. Maar de mooiste reactie is denk ik wel dat ze echt naar buiten komen en dat ze dan zeggen, ik wil nu iets gaan doen voor de aarde. En op wat voor manier dan ook. Ze hoeven van mij echt niet per se een astronaut te worden, maar ze kunnen ook op de aarde iets voor de aarde doen. Misschien wel bij het WNF of wat dan ook. Dus maar dat ze zich inderdaad echt, dat de missie is echt is overgekomen. Dus dat ze echt bewust worden van de aarde en hoe fragiel dat is. Wat heb je allemaal gezien onderweg? Het maan, het aarde, het sterren. Hey, stoppen! En had je het gevoel dat je daar echt was? Ja, ik vond het echt leuk. Ja, en jullie hebben al heel veel geleerd, hè, over al die planeten. En daar moest je ook examen voor doen. Ben je ook geslaagd? Ja. En jij mocht dus ook in de Spacebus? En je gaat er nog meer over leren? Ja. Ik ben Imran en ik ga de planeten op volgorde zetten. Met veel aarde maakt van Mars, urenlang van Jupiter, Zonne, urenlang Neptune.